Wat sta jij daar, liefje? Kom maar. Hé, en daar ligt de ander. No. No. Little bit. You too. Hallo lieve vrienden, het is reeds al wel weer een beetje aan de late kant dat ik jullie erbij haal, maar dan kan het pret niet drukken. Nee, het zit haar op mijn beeld weg. Welkom bij een gloednieuwe vlog weer van Corinna en de Beestenboel. Ja, daar zijn jullie weer aanbeland. Dus ja, welkom. Het is vandaag hemelvaartsdag, dus ook een hele fijne hemelvaartsdag toegewenst. En het is donderdag de 13e mei en we leven op mijn horloge 2:10. De klok heeft het nog geen 2:10. Ik houd het meer, ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet. Ik moet de computer aandoen en die gaat wel weer herrie geven. Ben ik bang. Gaan we dat even doen, ja. Als die geen herrie geeft, hebben we geluk. Ja, je weet maar nooit wat die doet. Nou aan? Ja. Ja, doet het. Geen herrie nog? Tjo, geen krap. Maar oké, het is prachtig mooi weer, lieve vrienden. En ik heb weer pijn in mijn hoofd. Maar ja, ik heb ook 2 dagen achter elkaar druk aan het werk geweest. Dat is wel weer bezuren met een hoop pijn. Niet alleen om hoofd, mijn rug doet zeer, mijn benen doen weer zeer. En die vooruit te branden. Maar ja, dat. Als je druk bezig bent en dingen doet wat je eigenlijk niet mag doen. Maar ik moet vanmiddag weer. En ik ga straks eerst lekker even met de honden eruit. Even genieten. Ik wil even vanmiddag in de tuin aan de gang. Want het is 1 dikke bende. Ik moet dat spul van hun weer opruimen. Want ja, ze poepen natuurlijk ook in de tuin, et cetera. Dan wil ik weer even opruimen. En nou, dat onkruid proberen weg te halen. En dan zien we wel weer. Wat sta jij daar, liefje? Kom maar. Hé, en daar ligt de ander. Hé, die ligt daar onder de stoel. Ja, Rijka. Er staat toch wel wind, hoor. En bij de poorten is het ook toch nog maar 20 graden. En dat is dan in de luwte en in de zon. Ja, dus ja, mooi foto, window. Oeh, mooi beestje. Kunnen we het zien? Zo, even bijdraaien. Zo mooi. En dat zal ik even weghalen, anders kunnen we niet verder. Zo. En dan moet hij even laden, maar dat moet hij altijd, anders kun je niks beginnen. Hij is langzaam. Het is 11:58 nu en ik heb het 12. Ik ben een minuut voor op mijn computer. En kom, ja, de klok loopt aardig gelijk dit keer bij de computer. Maar ja, ik loop liever een paar minuten te snel, laat me zeggen, dat ik het later heb, dan ben ik altijd op tijd bij een ander. Ja, toch? Ik zet hem nooit niet echt helemaal goed gelijk. Ik moet een paar minuten schelen. Maar in ieder geval, de computer heeft de juiste tijd en de klok ook, dus 11:02. Nou, toppie, geweldig. En dat voor mijn klok, dat is, ja, goed. Nou, ik zei dus al, Rijk is buiten, Elwing ligt nou onder de stoel en Kandel die zit hier ook met zijn staartje over de vloer te zwiebelen. Nou, moet ook allemaal kunnen. Ik ga dus wel lekker even met ze lopen. En als ik zometeen wat heb gedaan in de tuin, dan laat ik jullie dat natuurlijk zien, uiteraard. Ik moet daar ook nog even het een en het ander opruimen wat ik boven heb gebruikt. Het emmertje met de schoonmaakmiddelen en de spons en de trekker, de zimmelap, etc. Ook even opruimen.
Ja, 29 seconden. En. Maar nee, dan is het toch nog snel 29 seconden in mijn opzicht, ja. Maar in ieder geval, dat ga ik ook nog even opruimen. En straks ook even nog een bak koffie. En dan zien we wel weer. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van het prachtige mooie weer. Ik zie hier en daar vliegtuigstreepjes, strepen moet ik eigenlijk zeggen, die uit elkaar waaien, maar dat het dan als het ware een wolkje wordt, een lange wolk, zo waait het uit elkaar. Maar oké, ik zou zeggen, geniet. En ik vergeet jullie niet, vergeet mij ook niet. Als je het leuk vindt, doe die duim omhoog. Dat is altijd leuk. En reageer. Ja, altijd leuk. Maar doe je die naar beneden, mag je ook reageren. Maar zeg dan waarom je hem naar beneden doet. Ja. Maar wel leuk en lief blijven. Ja, oh ja, oh, nou, dat doe ik wel. Ja, doe ik zo. Nieuwe versie staat klaar. Nou. Schoonmaakprogramma. Ja, moet ook kunnen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis met de hondjes. De hondjes hebben even wat lekkers gekregen. Ik heb een bak koffie. Maar ik denk dat het thuis vandaag niks wordt, want het is erger geworden in mijn hoofd. Dus ik neem zo meteen even ook een broodje. Daarna kan ik dan even medicijnen innemen. Ik heb al wat gegeten, maar ik mag het niet op een... Dat was vanochtend, weet je. Ik had daarna geen zin meer. Ik denk, nou, ik kom wel wanneer ik wel zin heb. Maar nu moet ik, omdat ik medicijnen in ga nemen. Dus ja, ik hou me rustig vandaag. Vanmiddag moet ik wel om 5 uur bij de FOMA zijn. Ik heb een tas te goed te koop besteld. Dus ja, daar gaan we weer achteraan. En dat doen we ook weer samen uitpakken wat erin zit. Altijd leuk, altijd een verrassing. Dus we zien dat wel. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe ik het op mijn manier. En ik heb de deur op een kiertje. Dat het lekker rustig blijft. Ik hoop dat ik geen onverwachte visite krijg, ik heb geen zin in. Want ik ben niet helemaal waar ik wezen moet. Nee, hoofdpijn en rugpijn. Ja, dus lieve vrienden, neem me niet kwalijk, mijn excuus daarvoor. En ik spreek jullie later vandaag. Ja, met de tas te goed komen. Altijd leuk. Ze zeggen tot dan. Doei. Nou, lieve vrienden, ik zie hier wat moois, maar ik moet de camera daar even voor draaien. En ik moet eigenlijk aan de andere kant gaan staan, want ik zit met de zon. Ik zie echt iets, ja, ik vind het mooi. Ik ga even weer sluiten en jullie zien mij straks niet, maar iemand anders die iets moois doet. Dus ik zeg dat zo meteen. Kijk, lieve vrienden, die man die is een bel aan blazen, maar op een andere manier dan wij gewend zijn. Komt op YouTube. Doe het, Kielis. No. No. Little bit. YouTube. YouTube. Aha. Dit is super. Echt mooi. Zo'n idee komen. Ja, echt waar? Nou, Spider-Man, moet je iets meer in het midden gaan staan. Komt ook op YouTube nou. Althans niet meteen. Staat nou op mijn mobiel en we zitten nog maar op donderdag. En met weekend haal ik hem weer leeg, zeg alles op mijn computer en dan ga ik het weer in elkaar zetten. Ja, echt gaaf hoor. Oh, nou ja,
Geweldig. Ja, nou lieve vrienden, ik vind dit super hoor. Je moet maar op het idee komen om zo eventjes dat te doen. Zo te zien heeft hij er ook loodjes eraan hangen. In ieder geval een aantal ijzertjes, dat het blijft hangen naar beneden. Ja, het moet een beetje gewicht hebben. Geweldig. Nou, we sluiten weer af, lieve vrienden. Zo, lieve vrienden. Ja, ondanks dat ik lang niet in orde ben en nog steeds gloeiende hoofdpijn heb, ben ik net eventjes de stad in geweest, zoals jullie weten. Want ik heb buiten nog aan het filmen geweest. Ja. Die meneer met al die prachtige mooie bellen aan, ja, twee stokjes en daar hing touw aan met allemaal lussen. Maar aan die lussen eigenlijk, dat waren de ogen waar die bellen uitkwamen, zaten ringetjes als gewichtjes dat het naar beneden bleef hangen. Want als het hard waait, het moet dus niet alle kanten op gezwiebelen, dat touw. Nee, het moet één kant op wat die man wil en niet wat de wind wil. Dus hij heeft dat goed voor elkaar en leuk voor de kinderen, maar waarom doet hij dat? Want je moet eigenlijk dan een beetje betalen, hè? Hij vraagt een kleinigheidje en de mensen betalen dan eigenlijk zijn reis waar hij weer naartoe wil. Ja, dat vond ik wel bizar. Ja, maar ik ben dus ook naar de VOMAR geweest en daar heb ik weer een kootas gehaald. Ja, dus, en ik heb een bak koffie voor me, dus we gaan weer graaien, maar ik kan er niet bij. Stoel wat dichterbij. Nu is het zo. Ik voel van alles en nog wat. Maar pakken kan ik het niet. En waarom ik het niet pakken kan, jongens, mag het weten. Ik pak wat. Een klein bakje. Niet zo heftig groot. Wat het is, jongens, mag het weten. Gegrilde kipballetjes, maar dat is lekker voor, nou ja, de kilo is 16,60, maar zo'n bakje dat is 2,49, maar 2 voor 4 euro, vind ik nog duur eigenlijk. Ja, nou ja, we houden dan op 2,29, want het, normaal koop je dan 1 bakje en hoeveel zit er erin? 2, 4, 5, 6, 7, 8 zitten erin. Dus gaan we naar de volgende. Weet je wat dat is? Die handvaten. Die zitten dwars. Gaan we weer graaien. Dan weer de ogen dicht. Straks is weer zo'n bakje. Ik voel het wel naar. Nee, daar zit wat anders in. Ook van kip. Gegrilde hot wings. Ja, vleugeltjes. Oh, zo lekker. Lekker, lekker, lekker. Op de trekker. Nog weer een bakkie. Ook zoiets, denk ik. Het is altijd lekker. Heeskat. En de shop. Wat kostte deze? Ook 2,49. Deze is ook 2,49. En wat zit erin? Gegrilde lollipops. Pops. Ja. Zitten er 3 in. Dus denk ik van de barbecue. Lekker. Van de zomer. Lekker in de vriezer gooien. Ook iets dicht. Ik kijk niet, hè. Volgens mij fruit of zo. Ik heb weer wat voor jullie. Ze hebben de vorige keer ook opgegeten. Ik lust wel aardbeien. En die andere, maar er zit meloen bij. Het gaat allemaal zo'n beetje naar één. Ja, dat vind ik niet lekker. Voor jullie. Voilà.
Een zak. Oog is dicht. Een zak. Met groente, roerbak groente, soepgroente, weet ik veel. Nou ja, roerbak groente kun je ook voor soepgroente gebruiken en andersom ook. Kijk, wat zeg ik? Hoe heet dit? Roerbak groente, ja. Ik heb het ook wel eens een keer door de soep gedaan hoor. Ja, kan makkelijk. Nou, dat is normaal gesproken 1,89. Dat fruit weet ik ook niet eens. Dat fruit is 1,99. 1,89 dus. Oogjes dicht. Aan de vorm van de bak te voelen, is het weer een maaltijdsalade. En dan hoop ik wel dat ik het leuk, want dan eet ik dat zometeen denk ik op. Kip, sweet chili, maaltijdsalade. Nou, kikkies on! Dat is lekker! Wat kost dat? Staat er weer niet op, hè? Nou, schrijf het op, hoe het heet, en kijk er in de winkel naar. Hebben jullie het? Goed zo. Nou, dat kan ik dan straks eten. En daar zit het goud nog in. Ik zal even draaien. Nee, weg jullie. Nou moet ik wel kijken, want hij is kapot voel ik met mijn duim. Ja. De zak is kapot. Mausaka, wereldgerecht. Ja? Dat kost 4,69, dus bijna 5 euro. Ik betaal 4,99. Dus reken uit, als je winst. Ja? En ik ben buiten geweest. En dan weet je het weer. En dan heeft iedereen wat zo. En echt wat ruim komen, doe ik ermee. Nou ja. Hé, meisje. Ja, er zit allemaal lekkere dingen in. Ja, ook een blikje tomatenpuree. Oh, mensen, dit wordt weer smekende. Wat houden jullie? Dus deze gaat de koelkast in. En dan ga ik met drie kinderen klaarmaken. Ja, echt waar. Zo, nou ik ben er helemaal weer blij mee. Dit is voor jullie. Dan gaat vrouwtje weer verdelen. Jij eentje en Rijka eentje. Doe ik op een schoteltje. Ga ik delen. Ja, ga ik echt waar delen. Ga ik echt waar delen dit. Ja. Gaan we strakjes doen. En dan is het voor jullie. Hé? Ja. Hoe moet ik het nou doen? Hoe moet ik het nou doen? Nou, dan doen we dat toch even voor jullie. Ja. Zet dat aan de kant. En dan zal ik dat daar weer neerzetten. Dan moet ik even twee schoteltjes hebben. 1 en 1 is 2. Nou, en dan is de vork, deze, is nog een vork van mijn mama geweest. Ja, mijn mama had zo'n bestek. Ja, niet alleen nog voor haar hoor, nee, ze had ook net zoals ik een kromme vork waar ze mee at. Maar ze had zo'n hele la vol met van deze varken en... lepels, messen, zo'n hele cassette had. Dus ja. Zo, nou. Eentje voor Rijka. En eentje voor Elwing. En eentje voor Rijka.
u moet wel willen. En eentje voor Elwin. Eentje voor Elwin. En eentje voor Rijka. Dan moet ik het zo meteen nog stuk snijden ook. En wat zit daar nog op? Is dat nou een scheur? Ja, dat is een scheur in het schoteltje. Zo. Ja, voor Elwin hoef ik het niet kapot te snijden, maar voor Rijka wel. Ja. Ik kan er ook niks aan doen, want voor Rijka is het een beetje te groot nog. 3 van die gekke blokken. Dat is 4 van die gekke blokken. Hup. Ja, nog een klein piezerig stukje, dat tel ik niet mee. Hup. Nou, dat is een hele joekel, die snij ik sowieso door. Ja, echt waar. Nou, een halve aardbei voor Rijka en een halve aardbei voor Elwin. En dan even deze blauwe bessen. 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 en 1. Nou, de grootste hond neemt er nog maar eens. Die verneemt het haar toch niet. Dus zet er eentje te veel in. Kan ik ook niks aan doen. Mesje, mesje, mesje. Die was super groot. Dus dan gaat ja, nog eentje naartoe. Nou, dan moet ik voor Rijka nog kleiner snijden. De grootste dingen die erbij zitten hoor. Niet alles. Het zijn maar een paar. Zo. Nou. Dan zal ik het jullie laten zien hoe ik dat heb gedaan. Nou, en dan krijgen ze allebei een schoteltje. Dus ik zet jullie even ergens neer op de grond. En dan hoop ik dat jullie het zo meteen kunnen zien hoe we dat doen. Kijk dan. Ja? Is het aanvallen? Voilà. En die loopt ermee weg. En dan moet ik erop letten dat als Elwing het op hebt, dat ze niet het schoteltje pakt voor Rijka. Kom, Rijka, kom. Pakken. Toch? Is het lekker, meisje? Vitamintjes, hè? Is er vitamintjes, hè, meisje? Oh, wat lekker! Nou, pak het dan! Kijken voor nog. Nee, je hebt daar. Dat is jouw schoteltje. Kom maar. Moet ik het even op de grond gooien? Krijg je dan beter? Nee, moet je dat niet meer. Moet jij niet, appeltje? Goed zo, grote meid. Nou, je het zelf. Je bent ook gek. Ja, wat de ene niet lust, lust de andere misschien wel. Hé?
Nou, mag jij nog een stukje daarvan, want zij heeft je appel opgegeten. Nou, dan moet ik dit bewaren, in principe. Dan eet Elwing de rest op hetgene wat ze weer niet moet. Nee. Je bent gek. Je bent een maf beestje. Nee, er is niks. Er is niks. Hier is er wel wat. Zie je daar? Je moet eten. Ja, is lekker. Is ook goed voor jou. Hé? Ook vitamintjes voor jou. Ja. Zeg nu mijn moeder kan Elwin de rest op krijgen. Zat een beetje dus. Vieze meloen. Blech. Is dat je nog te groot? Ik zal het ook even klein snijden. Even geduld. Mesje erbij. Hier, kom maar. Kom dan. Ruiken. Oh, lekker ding. Lekker wijfie. Houd hem meid hoor. Wat voor dikkie ja. Loop ze niet meer weg. Nee, je denkt erom. Nee, ik zoek Rijka. Rijka is een heel ander hondje dan jij. Jij hebt een hele grote bek en verdwijnt het zo in. Echt niet? Nee. Kom maar, oh kind. Kom maar. Pakken. Hier. Kom maar. Als je nou echt niet meer moeder zeg ik dat mag. Ja? Nou, doe dan maar. Goed zo. Grote meisjes. Goed zo. En nu? Nou gewoon normaal eten. Doe je ook goed, kind. He? Nou, lieve vrienden, ja, je moet het wel een beetje in de gaten houden, want anders krijgt de ene meer dan de ander, vooral met lekker spul nou. Kijk, brokken, nou, dat moeten ze gewoon zo doen, maar als ik iets lekkers voor ze heb, ja, dan moet ik wel Rijka even helpen, want Elwing die heeft het zo op met die grote bek natuurlijk, en ja, Rijka niet dat ze kleine bekkie is. Ja, nou, ik zal de boel hier gaan opruimen. En we zien wel weer wat we ervan maken. Ja toch, ik heb ook nog van dat lekkere, heerlijke saus van de vorige weekend. Hek nog allemaal over.
Er zit ook nog wel groente doorheen, et cetera. Maar ja, er kan bami, er kan macaroni, er kan nasi doorheen, weet ik veel wat. Ja, of gewoon zo eten, maar een beetje dikker maken. Met wat groente nog weer. Maar ja, dat zie ik nog wel, dat staat in de vriezer, dat blijft wel goed. Wat je in de vriezer zet, blijft goed. Ik ga dat straks sowieso bakken. Of morgen, want het is nog knap hard allemaal. Ik kan het in de koelkast zetten, dat ik het morgen doe. En hoef ik lekker vandaag niks te doen, dan heb ik dit lekker te eten. Ja toch? Ja, dat kan zo vast weg. Nou, dat is bij de afwas, zoals jullie begrijpen. Dit moet ik op de hand afwassen, want dat wordt anders roestig. Dat is al heel oud, daar heb ik ook nog de mes bij. Dat is om vlees te snijden, zoals een rollade of wat dan ook. En dan de vork erin en met mes snijden. Dat is ook van mijn moedertje geweest, ja. Dus ja, lieve vrienden, zo, ik ben er helemaal blij mee. Want ook als je dit gaat optellen, 2 voor 4 euro, nou ik heb er al 2. Ik heb er 2,5, nee, ik heb er 3. Nou ja, en 2 is voor 4 euro, nou ja, maar ja, het is eigenlijk 2,49. Nou, die prijs allemaal bij elkaar oprekenen, 3 maal. Groente 1,89. Dit weten we niet. En dat andere, dat was 1 nog wat. Maar ik, en dan die wat daar in ligt, die bijna 5 euro, die doos. Dus het komt allemaal goed. Ik moet enkel nou nog sowieso vleeswaren halen, want dat heb ik bijna niet meer. De bak is leeg. Ja, die bak is wat dat aangaat leeg. En deze onderste bak is ook leeg. Daar heb ik nog tomaatjes. Ja, en ja, voor de rest komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou goede moed. En vergeet mij niet, ik vergeet jullie niet. Tot later, doei!